Op Sportpark De Lok ontving TSC zondag 2 november Groenester uit Heerlen. Er stond veel op het spel. Bij winst bleef de Tielse Eendracht-combinatie goede kansen houden om de eerste periodetitel binnen te halen in de hoofdklasse. De 11 spelers van Hanky Leatemia lieten zich echter overrompelen door de Limburgers. De eerste 20 minuten was TSC onherkenbaar. Het middenveld, doorgaans het sterkste deel van de Tielse ploeg, haperde, waardoor ook de verdediging te vaak de bal niet kwijt kon. Groenester had al snel in de gaten dat er iets te halen viel en zette vroeg druk, waardoor TSC te vaak fouten ging maken. Na een kwartier viel de 0-1. Aki Tawasaki speelde de bal slecht uit, waarna Emil Milkovic van Groenester de Tielenaren verraste. Met een knappe solo belandde hij uiteindelijk tegenover doelman Sebastiaan van der Sman, die de bal niet kon tegenhouden. Nog geen 10 minuten later keek TSC tegen een 0-2 achterstand aan. Niemand reageerde adequaat op een verre ingooi, waarna Remco Gielkens de bal achter van der Sman schoot. Pas het laatste kwartier voor rust ontwaakte TSC. Rechtsback Gregory Vierek werd schitterend op de vleugel vrijgespeeld. De voorzet van de sterke verdediger was strak en hard en eindigde bij een moment Nouri bij de tweede paal. Deze schoof de bal in het lege doel. 1-2. 10 minuten voor de pauze werd het 2-2. TSC kwam gevaarlijk door in het strafschopgebied van Groenester, waarna Nehemia Senaki aan zijn shirt werd vastgehouden. De scheidsrechter wees direct naar de penaltystip, waar Matthijs van Gessel vervolgens geen fout maakte vanaf 11 meter. De trainerstaf van TSC probeerde in de tweede helft wat meer tegenwicht te vinden tegen de fysiek sterke verdedigers van de bezoekers. Sven van Ingen werd in de ploeg gebracht en mocht voorin Kurtley de Wind vervangen. Hoewel van Ingen veel luchtduels uitvocht met zijn tegenstanders, leverde het maar weinig rendement op. Pas in de slotfase drukte TSC de bezoekers helemaal terug in de verdediging. Een schot van Senaki werd gekraakt en ook van Inge zag een woud van benen zijn inzet blokkeren. De beste kans was voor Nouri, die bij de tweede paal een prachtige voorzet van Senaki net naast kopte. De volledige statistieken van de achtste speelronde in de zondag hoofdklasse B. Baronie Unie 19 2-1. RKSV Schijndel tegen Gemert 3-3. TSC Groenester 2-2. De Valk AWC 3-1. Top Deurne 4-2. Blauw-geel 38 Dongen 2-0. En Dosco tegen Os 20 2-1. De stand per 2 november 2014. Dosco staat bovenaan en is niet meer in te halen voor de eerste periode. 8 wedstrijden gespeeld, 18 punten. Blauw-geel 38, 15 punten uit 8 gespeelde wedstrijden. TSC 7 gespeeld, 14 punten. Gemert 7 gespeeld, 14 punten. Dongen 8 gespeeld, 13 punten. En Udi 19, 8 gespeeld en 13 punten. De eerstvolgende wedstrijd van TSC is zondag 9 november thuis op Sportpark De Lok tegen Top uit Os. Deze wedstrijd begint om 2 uur. U bent van harte welkom. Hanky Leatemia, trainer van TSC. 2-2, een terechte uitslag? Ja, zeker wel. 2-2 was een terechte uitslag. Je had hem ook kunnen verliezen. Maar je had hem ook kunnen winnen, dus ja. Wij hebben de betere kans in de tweede helft gehad. Zij hadden één gevaarlijke counter nog. Gelukkig dat de nummer 9 en nummer 14 niet over het hoofd heb gezien. Anders stond hij helemaal vrij voor Sebastiaan. Dus ja, 2-2 kan er mee leven. Wat gebeurde er nou de eerste 20 minuten met TSC? Want het was geen schim van wat we eigenlijk gewend zijn. Nee, ik denk dan toch dat het de wedstrijd te maken heeft met jong Ajax. Denk ik zelf. We hebben veel van de jongens gevergd.
En daar hebben we een knappe prestatie neergezet. En ik denk dat we daar een beetje, geen onderschatting naar Groene Ster. Maar ik denk dat we daar hebben we gedacht van, oké, als we tegen Jong Ajax zo kunnen spelen, ja, dan komt het vanzelf wel. Ja, dat, de instelling was niet goed vandaag, de eerste 20 minuten zeker niet. Want dan loop je al, je ziet het, 2-0 achter. En dan kom je gelukkig heel snel op 2-1 en 2-2. Maar de eerste 20 minuten was van belabberd niveau, ja. Inderdaad, geen schim, maar geen onderschatting, zeg je. Gewoon moe, dus fysiek niet helemaal op orde. Ja, ik denk het wel. Als je ziet hoe Walter Kielmerkne, een van onze sterkhouders in kracht en fysiek en loopvermogen, dat hij al binnen 35 minuten het op moet geven eigenlijk. Ja, dan heb ik wel een grote vraagteken bij. Schrik je daarvan? Nou ja, je bent met topsport bezig. Je bent met een mooie elftal bezig. Ja, dan moet je dingen doen waar je misschien later geen spijt van krijgt. Uiteindelijk nog best wel wat kansen gehad, maar Van Ingen was ook niet gelukkig in de afwerking, hè? Nee, maar dat is goed. Dat is een keuze geweest van ons om Sven wat lengte erin te gooien voorin. Nee, dat was geen goede keuze geweest van onze kant. Die schuld nemen we op ons op. Ja, dan nog hadden we nog 400-500% kansen. Joe wel één keer, twee keer. En Hema die de laatste bal. Maar ja, hoe je ziet hoe die Groene Ster verdedigt met mannenmacht en de hele lichaam ervoor gooien. Ja, dat spreekt me wel aan. Maar Groene Ster moet gezegd worden, ze voetbalden fantastisch. Hè? Dit is wel de manier om TSC te bestrijden. Ja, en ze hebben een geweldige nummer 9 gelopen natuurlijk. Hè? Wat een spits zeg. Ik heb nog geen goede spits gezien behalve onze eigen Jip. Maar die nummer 9 daar was fantastisch. Tweede helft heeft Leon hem goed onder dwang kunnen houden. Waardoor hij minder gevaarlijk werd. Maar de eerste helft heb ik wel genoten van hem, ja. Achterin stond het af en toe te wankelen. Heb je je hart vastgehouden? Ja, maar de eerste 20 minuten stonden te wankelen. En dan ben je blij dat ze maar 2-0 maken eigenlijk. Of 0-2 maken. Dan ben je wel achteraf wel blij. Maak ze 0-3, dan wordt het weer een stuk lastiger. En gelukkig dat we dan snel ook weer die 2-1 maken en 2-2. Waardoor we dan weer grip kregen. Maar het was de eerste 20 minuten was TC onwaardig, laat ik het zo zeggen. Achteraf gezien het spelbeeld toch wel tevreden met het gelijkspel. Ik kom wel een voorsprong, geef het wat te makkelijk weg. Onnodige penalty denk ik. Maar goed, TSC in ieder geval gewoon een goede tegenstander, een goede voetballende ploeg. Wij missen een 3-4-tal echte basisspelers, dus al met al moeten we gewoon tevreden zijn. En dat zijn we dan ook. Ja, TSC was onherkenbaar die eerste 20 minuten. En nou ja, er lagen er ook meteen twee in. Wat voor gevoel geeft dat als aanvoerder? Nou ja, maar goed, wij hadden in ieder geval sowieso van tevoren TSC bestudeerd. En merkten we, nou goed, we moeten ze niet laten voetballen. Dus wij hadden eigenlijk zoiets vanaf moment 1, we proberen gewoon de lange bal af te dwingen. En ze overal over het veld eigenlijk vast te zetten. En je zag zeker de eerste 20 minuten dat ze daar wel moeite mee hadden. Waardoor ze fouten gingen maken waar je inderdaad op een goede 1-2-0 voorsprong komen. Alleen merk je op een gegeven moment toch dat je dat niet vol gaat houden om dat in ieder geval de hele eerste helft toch gewoon man tegen man over het hele veld te spelen. En dan krijg je op een gegeven moment wat verder in de eerste helft toch dat je achteruit moet. En dat we in ieder geval de 2-1 zeggen is een mooie aanval en wordt goed binnengetikt. Maar de 2-2, de penalty is eigenlijk zeer onnodig, dom op de achterlijn. Dus ja goed, jammer, maar al met al nogmaals gewoon dik tevreden. Ja, fysiek was het natuurlijk pittig, hè, deze wedstrijd. Het was een pittige wedstrijd. Wij zijn sowieso gewend uiteraard ook op kunstgras te spelen. Dus dat merk je toch wel, dat verschil. Maar inderdaad een hoge intensiteit. En wat dat betreft denk ik dat we in ieder geval met een paar jonge jongens in die groep, 17, 18 jaar, dat we toch gewoon die een mannetje hebben gestaan. Dat is eigenlijk voor ons alleen maar positief. In die hoofdklasse, jullie doen ook lekker mee. Wij doen lekker mee, hopen toch nog een paar plekjes te kunnen stijgen, dat je toch echt kunt spreken van een echte subtopper. Dus wat dat betreft is dit gelijke spel komt wel redelijk goed uit met de valk in het vooruitzicht. Dus wij moeten hem nou gewoon doortrekken, een goede serie van 5 wedstrijden zonder nederlaag eigenlijk. Dus nogmaals de doelstelling, eerste 5, daar willen we ons gewoon volledig op focussen. En tot nu toe gaat het inderdaad niet verkeerd. Even over je eigen spel, daar tevreden over? Redelijk tevreden. Als ik als verdediger ben je vaak bij een tegendoelpunt, dan heb je toch een zuur gevoel. Dus denk ik, je speelt toch voor die nul. Dus in dat opzicht een beetje teleurstellend. Maar aan de andere kant denk ik dat het wel tweede helft toch met de druk van de tegenstander gewoon erg goed hebben volgehouden. Wat dat betreft en de organisatie in ieder geval bleef staan. Dus ik ga met een redelijk gematigd tevreden gevoel naar huis.
Sven van Ingen, een invalbeurt tegen Groene Ster. Geen gelukkige, hè? Nee, dat kun je wel zeggen, ja. Het was pittig. Ja, als je achterin speelt, dan heb je wat meer rust. En nu kom je erin en dan moet je gelijk volle bak druk zetten. Ja, een beetje sleuren en hopen wat te forceren. Ja, dat, uiteindelijk geen gelukkige keuze, denk ik. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar je baalde in het veld ook al, hè? Ja, enigszins. Je moet natuurlijk wel gewoon blijven geloven dat die bal gaat komen. Uiteindelijk denk ik ook wel dat die paar keer had kunnen komen. Alleen een beetje ongelukkig, zoals je het net al zei. Ja, het is doodzonde eigenlijk. Het gaat goed met TSC en met jouw ontwikkeling. Wat vind je zelf? Ik ben natuurlijk hier begonnen in de spits. Afgelopen jaren in de defensie. Goede ontwikkeling doorgemaakt. Eventjes eruit geweest met een teenblessure. En verder mag ik eigenlijk niet klagen. Nu weer terugknokken in de ploeg en dan gaan we weer oppakken. Even kort over de wedstrijd. Of het nou onderschatting was of het fysiek, hè, dat het te laag was. Wat Hankie Leijten, maar ja, de trainer ook zei. Mm-hmm. Maakt even niet uit wat er ligt. Maar je staat binnen de poep en een schema 2-0 achter. Hè. Het niveau zit wel heel dicht bij elkaar. Ja, dat klopt. Maar we staan ook weer gelijk met 2-2 gelijk. Dus dat is ook wel mooi. Anders ga je ook meer tegen jezelf voetballen, denk ik. En nu maak je gelijk 2-2, heb je toch iets meer rust in het team. En ja, uiteindelijk denk ik doordat ik als lange spits zeg maar gebracht werd, te snel diepte ging zoeken. Ja, er waren een paar opgelegde kansen, hè? Die heb je niet afgemaakt. Lig je er nou vannacht wakker van? Nee, niet echt eigenlijk. Ik bedoel, het waren ook niet de kansen dat je zegt van dat ik echt 100% kans heb gehad. Uiteindelijk liggen er een paar spelers van hun voor. En daarmee win je die wedstrijd niet. Dus we schieten tegen hun benen aan en ze vliegen ervoor. En misschien dat we toch net even een keer moeten kappen en dan schieten. Maar ja, dat is achteraf makkelijk praten. Dus Goed. Zulke wedstrijden zitten er natuurlijk bij. Het gaat goed met TSC en dat moet deugd doen. Dat doet zeker deugd. Het is mijn vierde seizoen hier. En als je kijkt dat we vanuit de tweede klasse eigenlijk elk jaar weer een beter team krijgen. Spelers met elkaar beter worden, een hechte team. We gaan voor elkaar door het vuur. En als je kijkt dat we voor elkaar ook alles kunnen opbrengen. En als je met elkaar kijkt hoeveel plezier we uitstralen en hoe we met elkaar bezig zijn. Zit daar wel een hele stijgende lijn in, ja. Jip Bartels, spits van TSC. Het gaat niet goed met je, hè? Nee, kun je wel zeggen. Ik ben nu waarschijnlijk een maand eruit. Een maandje, 5 weken. Mijn rechterheup is geblokkeerd. Ik heb problemen met mijn bekken. Speelt al vanaf einde vorig seizoen eigenlijk. Toen heb ik doorgespeeld. Kon ook prima. Verwacht dat het met rust in de zomer over zou gaan. Dat viel helaas tegen. Dus de afgelopen weken was het een beetje aankwakkelen. Een beetje knip- en plakwerk met de fysio's. Maar ik kan gewoon niet vrij uitspelen. Het beperkt me te erg. En toch heb je een aantal keren toch weer leuk meegedaan en gescoord. Ja, maar als het... dat klopt. Maar alsnog voelde het niet helemaal goed en vrij. En als ik echt fit was geweest, dan ging het nog wel beter. Maar ik heb gewoon besloten om even een maand helemaal eruit te gaan. Ik kan inderdaad wel als het moet meespelen. Maar dan maak ik het alleen maar erger. Ik ontwikkel me dan zo niet verder als ik een beetje steeds tegen de muur aanloop. En dan weer een half wedstrijd spelen, dan een half uur. En... Nou, is natuurlijk inderdaad ook niet fijn, hè? Nee. Hey, die fysio, hoe wordt het aangepakt? We praten over een hoofdklasser hier in Tiel. Hoe wordt daarmee omgegaan? Nou, er wordt aardig serieus mee omgegaan. Afgelopen weken hebben we heel veel dingen geprobeerd. Verschillende methodes. Nog niks heeft echt geholpen, dus... Nu gaan we het iets drastischer aanpakken. Ik ga een gedeelte hier doen en een gedeelte met Ajax-fysio. Die ken ik nog van vroeger. En op die manier ga ik een gedeelte in Amsterdam doen, in de praktijk, en een gedeelte hier. En dan zal de heup gemobiliseerd worden, bepaalde krachtoefeningen doen, misschien een zooltje laten maken. Heel veel dingen wordt gedacht en heel veel dingen wordt gekeken. En de verwachting is dat het wel gaat werken. En het heeft gewoon tijd nodig. Het moet eventjes weer vanaf nul beginnen zijn. En dan opbouwen
en met de juiste hoe zeg je dat, de tijd, rust en arbeidsverhouding, dan verwacht ik dat het over een maand verholpen is. Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn. Hey, even over de wedstrijd. Wat vond jij ervan? Nou, we begonnen natuurlijk slecht. We stonden snel 0-2 achter. Het balletje ging net niet genoeg rond. We konden niet onder de druk uit spelen. Dat zit hem in details. Wat denk jij? Onderschatting of is er andere oorzaken? Nee, zeker geen onderschatting. Nou, we hebben afgelopen week druk gehad met Deurne en Ajax hebben we natuurlijk gehad hier thuis. Misschien ontbreekt daardoor onbewust een stukje scherpte, maar onderschatting, nee, dat, wij kijken niet naar standen of teams. En bovendien waren ze juist goed bezig de laatste weken. Dus dat was zeker niet het geval. Je ziet ook dat we na een 0-2 achterstand het goed oppakken. Dan beginnen we wel te voetballen en maken we snel 2-2. En de tweede helft was het eigenlijk te onrustig. We hebben te veel de lange bal hanteren en daar ligt niet onze kracht. Ja, en we moeten natuurlijk ook de tegenstander niet onderschatten, want ze voetbalden goed, hè, Groenesteeg? Nee, ze hadden zeker goede spelers. En ondanks dat wij de tweede helft wat overwicht hadden, was er steeds gevaar voor hun counter. Nou zijn ze niet echt gevaarlijk meer geworden, 1-2 keer. En zelf moeten we hem eigenlijk gewoon ook erin schieten. Hebben we pech dat ze steeds ervoor liggen. Maar het is natuurlijk geen pech als wij gewoon scherp en in vorm zijn, dan gaat hij erin. De tweede helft zat het een beetje tegen. Het zat er niet in. En hopelijk kunnen we tegen Gemert toch nog de periode binnenhalen. Dat zou mooi zijn als we dat alvast binnen hebben. Ja, maar goed, hoe dat gaat lopen, hè? Die wedstrijd die ingehaald moet worden, dat moet nog bekend worden. Ja. Hey, we gaan jou succes wensen bij de revalidatie. Hartstikke bedankt en tot snel weer op de velden. Dan gaan we weer genieten.